Allee jongen, dat je dat nog over tijd aan de krant aan het zeggen waart bij mij thuis. En dat dat toch realiseert is, dat is toch ongelooflijk. Waanzinnig goed. Het eerste wat me te binnen viel toen ik iets hoorde over het initiatief van Johan Arnold om een bankcontact te realiseren, was zoiets van, wat is die man eigenlijk van plan? Hier in onze gemeente is hij actief bij het Kamerkoor Kantatije en als bestuurslid van de Cultuurraad. Dus een bezige bij en een noeste werker, is ook stichter van een computerclub, maar nu nog bankier worden. Johan kennende, denk ik, het onmogelijke kan hij wel weer mogelijk maken. Johan heeft zich inderdaad enige tijd geleden tot doel gesteld om het oude Mercator bankbiljet van 1000 Belgische frank te laten herleven. En tegelijkertijd wou hij een antieke bankomat in ere herstellen en wou ook dat het specimen van het Mercator briefje van 1000 Belgische frank, dat moest er ook goed uitzien en het moest een schitterend aandenken zijn aan Rupelmonde en ook aan het Mercatorjaar 2012. Mercator noemde zichzelf liever Gerardus Mercator Ruppelmontanus, als verwijzing naar zijn geboortestad hier in Rupelmonde. Tot slot, vanuit toeristisch oogpunt zijn wij ook gelukkig. Ik wens je proficiat met uw initiatief. Mercator Bankcontact is een meerwaarde voor Rupelmonde. Van harte dankjewel en proficiat. Iedereen besefte dat zoiets een onmogelijke zaak is. Het is veel te duur. Veel te geheim en je mag het absoluut niet doen. Je bent met onwaarschijnlijke legale voorwaarden geconfronteerd dat je dat onmogelijk kunt en moogt realiseren. En toch, als je nu als gemeente een of andere automaat die geld verwerkt aanschaffen, dan kan dat. Dan moet je met een systeemintegrator in zee gaan. Die zijn daarvoor gecertificeerd en die hebben ook toegang tot die kennis om dat te realiseren. Als je die middelen niet hebt die daar normaal tegenover staan, dan heb je dus niet alleen een wettelijk probleem, maar ook nog een technologisch probleem dat je zegt, dit kan onmogelijk gerealiseerd worden. Dan kun je dat alleen maar doen als je mensen al heel lang kent in het verenigingsleven. En zo kennen wij onze penningmeester van onze computerclub in Antwerpen, die al bijna 20 jaar draait zonder enig financieel probleem. En die daarnaast een topingenieur is, die onder andere de wagens van AlphaCam bekabeld heeft. Als er daar ooit iets aan zou kapot gaan, overal moet die man mee. Naar China, Olympische Spelen, naar Griekenland, voetbal in Zuid-Afrika. Als je je engageert in je gemeenschap, en we doen dat al jaren, dan kun je rekenen op mensen. Dan gaan die u steunen in de dromen die je hebt. Een van die dromen is dus dit onmogelijk project toch te realiseren, zonder dat je geld hebt, zonder dat je dat eigenlijk mag doen, zonder dat je de medewerking hebt. Die man heeft ervoor gezorgd dat we er toch in geslaagd zijn om met heel veel onderzoek dat te kunnen realiseren. Om al die problemen uit de weg te gaan, hebben wij geopteerd voor een onafhankelijk toestel. Het werd als een muntautomaat, maar de briefjes komen eruit als al waren het een echte bankautomaat. Hier hebben we het illusie willen creëren, de herinnering aan het oude Mercatorbiljet terug tot leven brengen en ook de herinnering aan het opduiken van de eerste bankautomaten. We hebben daar wel een bedoeling mee. Dus het verbinden van de mensen hier in de lokale gemeenschap. Hetgene wat dit hier gaat genereren als een toeristische trekker, willen we ook gaan investeren in de magnifieke toren die daar staat, die dringend aan restauratie toe is. Hoe hard moet je durven dromen voordat je droom werkelijkheid wordt? Het zal altijd een toeristische trekpleister zijn en blijven. En nu wil ik aan onze schepen van lokale middenstand en de schepen van cultuur eerbiedig verzoeken om meter en meter te willen worden van deze Mercator Kantatije. Johan, dat willen wij heel graag doen. De namaker wordt met dwangarbeid gestraft. Artikel 173 van het strafwetboek. Wie heeft dat nagemaakt? Tom. Nu, dat was een grapje van Pieter de Krem. die zegt, ja, je moet wat strenger zijn, je moet dat er ook op zetten. De Graventoren staat erop, de kerk staat erop en de tijden mogen op. Ik heb bijzonder veel waardering voor iemand die zo hard ook mee heeft durven dromen. Wel, voor onze Marleen heb ik iets speciaals. Oh, nee. Echt koket, echt vals geld. Oh my god. Merci. Ah, dat is goed, hè? Dat is super. Dank u wel. We hebben samen gedroomd, hè? We hebben samen gedroomd en we hebben het samen gerealiseerd. Wij niet alleen, heel veel mensen die nu nog hard aan het werken zijn. Ja. Maar het is gelukt. Als de weergoden een beetje meer zijn, hebben we morgen nog een hoogtepunt. En ik moet zeggen, tot hiertoe, de sfeer is enorm plezant en we hebben er allemaal nog altijd goesting in. De ontwerper van de biercontact, waardoor dat de bankcontact nog bestaat, dat is Walter Delu. Hij heeft van de bankcontact die ontploft was in Leuven een biercontact gemaakt. Er is één redder van die biercontact, dat is Gilbert Nathan, die het Boelmuseum heeft opgericht, en hij koestert dit toestel met heel veel liefde. Echt een fantastisch applaus voor hem. Bravo! Wat mogen we nu... Ja, het is maar ook met valse jetons. Ja, nee. En zelfs Turkse lieren gaan er niet in. Dus wij doen dat souvenir. Kom eens even hier staan. Dan wil ik de vliegende geit. Ah ja, kan ik niet. Veel van die band op de hand. Er staan veel van die band op de hand. Ja, dat was vroeger ook zo, hè? Ja, en dan mag er meer lijn. Leuk. Dat verandert van kleur. Als jij begint wij allemaal gaan wisselen. Misschien nog een ander stuk. Is in orde, zeg maar. Maschine da, ja. Danke. Ja. Cheers. Eigentlich wollte ich ja... Ich hätte ja das Handy auch. Lass mal gucken, Ferdi. Ik heb de oude biercontact gevonden in Grimbergen. Wat zou jij drinken als jij de vondst van je leven doet in Grimbergen?